2, 1. Heerlijk. Yo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Ik ben Mees en vandaag sta ik weer bij de springrotsen waar we de vorige video ook waren. En toen had ik gezegd, bij de 2500 likes gaan we een Game of Flip doen. En dat is gelukt. Ik ben samen met Timo en Wessel en we gaan het tegen elkaar opnemen in een Game of Flip. Voor de mensen die niet precies weten hoe een Game of Flip werkt, wat je doet. Eén iemand doet een trick, de rest doet hem na. Land je hem niet, krijg je een kruis. En bij 3 kruisen ben je af. En dan gaan we gewoon even kijken wat we kunnen verzinnen. Want er zijn hier heel veel verschillende hoogtes. Heel veel verschillende mogelijkheden om dikke dingen te doen. Dus we gaan gewoon even kijken. Als je nou alvast zin hebben in deze video, vergeet dan zeker niet te abonneren hier beneden. En een likeje achter te laten. We gaan richting de 250.000 abonnees. En dat wil ik dit jaar zeker wel halen. Dus als je nog niet geabonneerd bent, doe dat dan even hier beneden. Steen, papier, schaar. Steen, papier, schaar. Kan niet. Steen, papier, schaar. Dat betekent dat ik als eerste ga. En Timo als laatste. Best wel als tweede. We beginnen met iets wat wij volgens mij allemaal niet heel chill vinden. Want de kans dat je overroteert is best groot. We gaan voor een backflip. Komt-ie. 3, 2, 1. Schaal van 1 tot 10, hoe bang ben jij? Bang. Die van Timo ging goed, die van mij ging goed en nu is alleen nog Wessel over. Ja, dit gaat ook wel goed. Rustig draaien, dan is er niks aan de hand. Woe! Perfect! Wat wordt de challenge, Wessel? Op dit randje een dubbel full. Oké. Oeh, nice! Sick hoor! Timo! Oh, ik ben. Ja, jij bent aan de beurt. Oeh, ik ben wel bang dat ik omhoog spring en dan op die rots land. Nee joh, gewoon een beetje naar achter afzetten. Gaan we. 3, 2, 1. Oeh. Nice. Weet je toch? Die was best lekker, Timo. Wat zeg je er, Timo? Ik vind alleen die naar. Hier zit nog zo'n hele fucking rots. Ja, zal ik je tip geven? Daar niet op landen. Nice. Nou. Okay. Best oké. Ja, Timo is. Oké, ga daar naartoe. En ga je daar vanaf doen? Kork. Hey Timo. Oh, je niet aan me zitten gek als ik daar sta. Lichte twijfels. Ga ik het doen? Het is altijd leuk. Je kijkt naar een rots, dan denk je dit is te doen. Sta je er bovenop, dan denk je dit kan, is onmogelijk gewoon. Tadaa. Hij heeft het gedaan. Ja. Hij heeft het gedaan. Ik weet niet of ik dat doe hoor, maar... We gaan het zien, jij mag eerst. Jij doet het meteen. Ja, kijk, ik ga gewoon staan en ik doe gewoon... Ups. Ging ook nog bijna mis. Die was wel sick. 2 van de 3 hebben hem gedaan. Nee, ik ga het niet doen. Nee? Ik ga hem niet doen, dus eerste kruis voor mij. Ik vind dit echt veel te sketch en ik ben echt niet goed in corks sloom draaien. Ik heb al een kruis, zij hebben er nog geen. Dus we gaan voor een dubbel backie. Ik denk dat ze het allebei kunnen, dus het is niet dat ik ze meteen afmaak. Maar we gaan er gewoon voor. 3, 2, 1. Jongen, even rustig aanlopen. Oké, ik moet eerst nadenken, ga ik dit wel of niet doen? Denk het niet. Kijk, weet je, als die rots er niet onder zat, had ik hem eerder gedaan. Maar mijn dubbelback is echt gewoon kaarsrecht omhoog. Doe jij mee eerst, ik heb nog een beetje bedenktijd. Okay. Lekker! Timo, Wessel deed bijna dubbel lay. Dus dan zou jij dit ook echt gewoon moeten kunnen. Nee, want ik tuk dus altijd alleen maar. Ik kan ja, geen ik ook, dat deed ik toch ook? Ja, ik weet niet of ik het durf. Ja, als je het niet durft, moet je het niet doen, hè? Ik durfde het daar net ook niet. Ja, dat klopt. Is geen schande. Ja, deze, die durfde het niet. Oké, okay, dus een kruisje voor jou. Ja. Een kruisje voor mij. En nog 0 kruisjes voor Wessel. Running gainer. Okay, en maar... hij moet echt die ja. kant op. Oké. Okay. Oh, je gaat ook meteen vanaf hier aanlopen. Ja, want... I am so scared of flipping. Deze gast. Hij gaat er gewoon volledig voor. Timo. Durf jij die? Nee. Je hebt wel een beetje zijkant op, hè? Ja. Wessel had wel expliciet gezegd dat je recht naar voren moest. En dit was niet recht naar voren. Maar we gaan het horen van Wessel, want Wessel is de jury over deze flip. Timo heeft de kroeshoek. Ja? Je mag een sketchy redo. Ik ga dat niet rechter kunnen, denk ik. Ik dacht nu al dat de kaars recht is. Oh.
Oh, zo eng. Tactiek, draai je om. Oké, 3, 2, 1. Heerlijk. Dat ging best goed. Ja. Alleen ik gleed wel uit met mijn voet. Ik voelde hem gewoon slippen. Maar maak ik uit, Timo is aan de beurt en je ging een... Ik zit nog even te twijfelen. Hij zit nog even te twijfelen. Of een enkele of een dubbele. Wat wordt de trick, Timo? Ik ga een trick doen die ik eigenlijk nooit doe. Ik weet ook niet of ik hem durf. Double side flip. Oké, let's go. Oké, gaan we. 3, 2, 1. Hoe hij altijd in het water landt. Echt als een soort prinsesje. Knijtrooi. Ik ben. Perfecto! Ga je dit doen, Wessel? Ik ga dit niet doen, want ik kan het niet. Nou, dit dan is dus ik je hieruit, denk eigenlijk ik. Eigenlijk de enige flip die ik gewoon niet kan. In een airbag niet eens. Verdomme. Heb ik maar toch een kruis gegeven. Ja, dus ik heb nu 1 kruis. Ja. Jij hebt de 2 en Mees 1. Timo gaat waarschijnlijk deze ronde af. Sorry, het spijt me. Dat is niet erg, man. Maar wat we gaan doen vanaf deze hoogte? Webster Fliffers. Ik ben dus af. Ik ben de cameraman vanaf nu. 3, 2... Hey. Lekker! Ik zeg dus altijd, meedoen is belangrijker dan winnen. Jij gleed zo hard weg hier. Ja. Die flippers ging niet helemaal geweldig, want ik tuk dus altijd zo'n Webster, was ik even vergeten. En dan is het heel apart. Maar hij ging wel goed. Wessel heeft hem ook geland, dat betekent dat ik 1 kruis heb. Wessel 1 kruis. En Wessel is met een challenge. Ik ben er een beetje bang voor. Hoezo? Ga maar, wat zeg maar. Nou kijk, ik weet dat Mees ook 1,5 durft. Hoe hoog durft Mees hem? Niet zo heel hoog, moet ik al meteen zeggen. Ik ga van die. Lekker! Oké. Jongens, ik ga alvast vertellen dat ik deze natuurlijk niet ga doen. Ik doe hem wel eens van hoog en dan doet het best wel pijn al aan mijn hoofd. Omdat je moet perfect duiken en dat doe ik niet. Dus 2 kruisen, dat zijn er 4. 2 kruisen voor mij, 1 kruis voor Wessel en ik ben wel. Het stomme is, maar het is niet stom, daar heb ik respect voor. Wessel kan bijna alles. Ze gaan gewoon iets doen wat hij waarschijnlijk ook gewoon durft. Maar ja, ik kan niet anders. We gaan vanaf deze hoogte een hele mooie pop. Cast erbij doen. 3, 2, 1. Oeh. Ja, ga je dat doen? Durf je echt niet, hè? Ja. Oh. Laat maar het is je gewoon. Voelen. Het is gewoon. Ja, het is gewoon niet zo moeilijk. Jee! Lul. Nou, het maakt eigenlijk niet zoveel uit wat Wessel nu doet. Hij kan me sparen. Maar ja, de volgende ronde kan ik dan eigenlijk ook niks doen. Dus doe maar gewoon wat. Het enige wat ik misschien nog zou kunnen doen is flippen spike, maar dat kan je waarschijnlijk ook. Ik denk voor Chucky. Ja, dat doe ik sowieso niet. Nou, alvast gefeliciteerd. Wacht. Soepel! Nou, toppie. Nou, zoals ik al zei, die ga ik niet doen. Dat betekent dat Wessel de Game of Flip heeft gewonnen met maar 1 kruis. Ik heb 3 kruisen. Timo heeft 3 kruisen. Dus Wessel is de grote winnaar. Hopelijk hebben jullie genoten van deze video. Vond je hem nou leuk? Laat zeker een duimpje omhoog gehad. Vergeet niet te abonneren hier beneden als je nieuw bent. En dan check jullie weer bij een volgende video. Later! Ik ga niet spelen. Mees, heb je sokken nog aan?